het verhaal van arme Willem Laren. Die ging met de Portugezen over de zeeën varen. Maar Willem wilde meer dan alleen avontuur. Hij wilde hun kaarten. En in het geniep op het laatste uur tekende hij hun kaarten na, zo snel. Maar de Portugezen betrapten hem en werden fel. Voor straf werd hij in een haak omlaag gebracht tussen de haaien die naar vlees hadden gesmacht. Maar toen een mirakel, het touw schoot los. En de haaien vluchtten weg, het gebeurde zo plots. De haak was weg, de Portugezen radeloos. De Portugezen voeren verder, Willem Laren was spoorloos. 6 maanden later kregen de Portugezen een brief. Ergens verstopt tussen al hun gerief. Kort daarop gingen de Portugezen eraan. Afgeslacht, voorgoed van het levenslicht ontdaan. En hetgeen waar iedereen nu toch aan dacht, was het die arme Willem die dit had volbracht. Vanuit de dood als een kwade geest vol wraak. Als een monster, gewapend met een zwarte haak. Dit is in orde. Ik wist niet dat je ook stenen verzamelde. Ja, sinds kort. Nou, succes ermee. Kan je niet, hè? Hoe gaat het echt met je tante? Kan ze alweer praten? Nee. Oh, weet ze eigenlijk al wie het gedaan heeft? Nee, maar dat weet jij toch wel? Jouw vader is toch rechercheur, Alice? Klopt, mijn vader is nog steeds bezig met de zaak. En weet je, ik heb stiekem in een dossier gekeken. Wist je dat ze een nepspin hebben gevonden? Nepspin? Ja, waarschijnlijk heeft iemand haar ermee willen afleiden. Daarna is ze laf in haar rug geduwd. Dat weet ik wel. Wat zo gek is, is dat iemand gelijk 112 heeft gebeld. Een nog onbekende mannenstem. 112, alarmcentrale. Help! Er is iemand gewond. Waarschijnlijk de dader. Misschien had hij spijt. Misschien. Waar was jij eigenlijk toen ze werd aangevallen? Ik was in het winkelcentrum. Tegen mijn vader had je gezegd dat ze was gaan wandelen in het park. Of was dat gelogen? Ik hoorde net die gemene Alice met Melanie praten. Oh, zij. Ze heeft stiekem in het dossier gekeken. Wist je dat? Weet je dat ze de spin hebben gevonden? Wat? Ik hoorde ook dat iemand 112 heeft gebeld nadat ze viel. Ik heb het altijd al raar gevonden dat er zo snel een ambulance kwam. Weten ze ook wie er heeft gebeld? Een mannenstem. Ze weten niet wie. En ze denken dat ze geduwd is. Dat is toch raar? Inderdaad. Echt vreemd, hè, dat we morgen met Mike hebben afgesproken. Dat had ik echt nooit gedacht. Hopelijk leren we zo nog meer over de zwarte haak.
Oh, ik moet gaan. Zou ik vragen of je weer bij mij mag slapen? Ja, is goed. Doei. Hoe gaat het eigenlijk met die zaak van Melanie's tante, pap? Nog steeds geen vooruitgang, helaas. We kunnen gewoon geen dader vinden. Zou Melanie er zelf niks mee te maken kunnen hebben? Ik vertrouw haar niet, pap. Dat lijkt me niet. Waarom zou ze liegen? En buiten dat, zo'n klein meisje, die zou er nooit zo hard geduwd kunnen hebben. Lukt het, Sophie? Pap, mogen Melanie en Isabel vannacht nog een nachtje blijven logeren? Nee, schat. Die meiden hebben nu 2 dagen hier geslapen. Nu moet je echt een keer alleen slapen. Wil je dan wel vragen of mama vannacht de achterdeur op slot wil doen? Oh, maar mama doet het altijd wel, hè. En ik check het altijd nog. Dus geloof me maar, elke avond is de achterdeur gewoon dicht. Maar hoe ben je binnengekomen? Jullie achterdeur stond open. Echt waar? Dat is niks voor mijn moeder. Nou, ruim jij nog een beetje op. Ik kom over 5 minuten terug en dan is het echt bedtijd. Melanie's tas. Ik geef hem morgen wel. Heb jij je meer gehad? Nee, dit was mijn enige. Waarom heb je gelogen, Melanie? Mijn tas. Sophie! Melanie? Hoe ben je binnengekomen? Je hebt de vorige keer gelogen, hè? Dat de achterdeur open stond. Maar hoe doe je het dan? Ik kan dingen. Wanneer ben je erachter gekomen dat je dit kan? 6 maanden geleden. Oh, en wat kan je dan allemaal? Nou, van alles. Ik weet het zelf ook nog niet allemaal. En je weet ook niet hoe je aan die krachten bent gekomen? Nee, ineens kon ik het.
ik moet je nog iets vertellen. Ik zag een briefje in je tas. Heb je in mijn tas gekeken? Trot! Melanie! Op dat briefje stond, ik weet wat je gedaan hebt. Tegen mij kun je alles zeggen, Melanie. Dit niet. Toch aan dacht. Was het die arme Willem die dit hart volbracht? Vanuit de dood als een kwade geest vol wraak. Als een monster, gewapend met een zwarte haak.